Hey, hallo allemaal. Zaterdag 4 mei. En we gaan eens kijken wat het weer vandaag ons gaat brengen. De dag die begint nog goed, met temperaturen rond een vijftal graden. Het is goed kunnen afkoelen de voorbije nacht, dankzij brede opklaringen. En die opklaringen die hebben we vanochtend vroeg nog deels te pakken. Vooral in West-Vlaanderen, in Oost-Vlaanderen, drijven er al geleidelijk wat hoge wolkensluiers binnen. En die bewolking ja, die gaat helaas verder toenemen. Boven Frankrijk vormt er zich vandaag een klein lage drukgebied. En dat kleine lage drukgebied gaat ons weer in negatieve zin beïnvloeden. We zitten ook vandaag dus nog steeds met lage drukgebieden die het weer gaan maken. En het is nog steeds erg moeilijk om daar detailverwachtingen op te maken. Eerder zag het er naar uit dat de zaterdag toch wel vrij aardig zou gaan verlopen. Vandaag moeten we dat echter toch bijstellen. Gisteren trouwens ook al. En we zien dat in de loop van de dag de bewolking gaat toenemen. En vooral vanmiddag kunnen er dan geleidelijk ook buien gaan vallen. Buien van regen. Maar daar zou ook een onweerachtige bui kunnen tussen zitten met een donderklap hier of daar. Terwijl het ja, ook plaatselijk vrij veel kan regenen tijdens die buien. Nu, het zijn buien. En daar geldt altijd bij dat het van voordien onmogelijk te zeggen is waar en wanneer precies die buien vallen. En het is best wel mogelijk dat sommige plekken daar lang of zelfs helemaal aan ontsnappen en een vrij aardige dag te pakken hebben. Want de temperaturen op zich die zijn zeker niet zo slecht. We starten weliswaar fris, maar we gaan met de zon toch wel vrij snel omhoog. En uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 16 graden, misschien lokaal zelfs 17. Op plekken waar buien vallen is dat natuurlijk een aantal graden minder. En ook aan zee moeten we met een graad of 14, 15 tevreden zijn. De wind waait zwak, hoogstens matig, uit een zuidelijke richting. Tijdens en rond buien kan die wel verstoord zijn en zijn eventueel forse uitschieters mogelijk. Vanavond komt er nog een regengebied dichterbij. Tijdelijk kan het wat gaan regenen of vallen er nog een paar buien. Later in de avond en nacht wordt het droog, het klaart op. En we krijgen dan een droog vervolg van de nacht bij minima die tegen morgen rond zo'n 7, 8 graden gaan uitkomen. Het kan wat nevelig worden. En morgen wordt dan een betere dag. Het ziet er grotendeels droog uit. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Mogelijk valt er toch hier of daar in de loop van de dag een bui, maar die kans is niet zo groot. Morgen halen we zo'n 17, misschien plaatselijk zelfs 18 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind dan. Tegen de avond nadert de volgende regenzone met lichte regen in de nacht naar maandag. En maandag overdag zit dan weer een lage drukgebied dicht in de buurt. Het is wisselvallig, veel wolken, perioden met regen of een aantal buien, maar ja, niet altijd en niet overal. En het wordt wat koeler met maxima rond een graad of 15 met een naar noord tot noordoost draaiende wind. Vanaf dinsdag worden de bakens verzet. Ik schuif er de pluim bij, dan zie je dat. Vooral de onderste grafiek is van belang. Het wordt droog. En het blijft droog voor een langere periode. De temperaturen die gaan daarbij eerst nog aan de koele kant zijn. Later in de week lopen die geleidelijk wat op. We gaan naar een hoge drukregime overschakelen. Wind wordt noord-noordoost, later oost. En er wordt veel drogere lucht aangevoerd die geleidelijk een beetje opwarmt in de loop van de week. Merk op de bovenste grafiek, temperatuurgrafiek, zie je dat volgend weekend die rode lijn, dat is de operationele lijn, helemaal onderaan zit. Dat negeer ik voorlopig eventjes, aangezien alle andere oplossingen veel hogere temperaturen geven, zal het waarschijnlijk zijn dat die operationele run daar ook naartoe trekt de komende dagen. Zo, bent weer helemaal gebriefd voor het weekend. Alvast bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.